Van 18 januari tot en met 7 juni is in Museum Het Domein This is Not a Chicken van Koen van Mechelen te zien. Nu en dan presenteert het museum tentoonstellingen die aandacht vestigen op verrassende wendingen binnen het werk van kunstenaars die al een reputatie hebben opgebouwd. Sinds 1999 begon Koen met het kruisen van kippenrassen van over de hele wereld om zo een cosmopolitisch kip te kweken. Via het Cosmopolitan Chicken Project stelt Van Mechelen verschijnselen aan de orde als nationalisme, multiculturalisme, bioculturele diversiteit, identiteit, fertiliteit en immuniteit. Zijn creatie leeft aanzienlijk langer dan zijn monoculturele soortgenoten en lijkt bovendien vruchtbaarder en resistenter. De recente uitbraak van vogelgriep bij verschillende Nederlandse pluimveehouderijen onderstreept nog eens het belang van het project. Voor de tentoonstelling van Koen is Museum Het Domein getransformeerd tot een reusachtig wetenschappelijk laboratorium. In Museum Het Domein was op 23 mei ook de tentoonstelling Vet de la Natuur te zien. Er was die dag van alles te ontdekken, te doen, te zien, te leren en te koop, waarbij duurzaamheid en de natuur centrale thema's waren. Op het voorplein van het museum was een marktje met regionale en biologische producten. Voor jong en oud waren er ook leuke creatieve activiteiten en workshops. Liefhebbers konden met milieuvriendelijke graffiti een eigen kunstwerk maken. Ook kon men een nestkastje timmeren speciaal voor de vogels in de tuin. Het was een zeer interessante middag in Museum Het Domein.